wanneer hoorde jij dat je zou gaan spelen? Even kijken. Dat was eind deze week. Want Wallis raakte geblesseerd. En toen bleek dat ik bij 11 tegen 11 in de basis stond. Maar dat is mooi voor me. Ging goed ook. Ja, voor mij mooi, maar voor het team niks. En daar heb ik ook bij. Ik vind dat die jongen het uitstekend heeft gedaan. Voor de eerste keer mee mogen doen. Natuurlijk ben je dan wat zenuwachtig. Niet tegen de minste ploeg. En ik vind dat hij zich uitstekend staande heeft gehouden. De bal is niet hard genoeg om Boer te verontrusten. Frupper gaat schieten. Frupper is al verrichting veranderd en Boer zit er wel aan, maar kan niet voorkomen dat Vitesse op voorsprong komt. Voor ons ook vandaag weer de bovenliggende partij. Deze keer komen we op voorsprong. Geheel terecht. En ook daarna weer kansen op de 2-0. Ik denk dat we vandaag genoeg kans hebben gehad om deze wedstrijd te winnen. Maar dat hebben we weer nagelaten. En nu krijgt Van Polen de vrije trap mee. De vrije trap van Van der Werf. Die bal wordt verrichting veranderd en zit erin. Het is unlucky first goal en de second goal with our mistake. And... Van der Heijden, dat is geen beste balaanname. Nijland, oh, in de dak van het doel. Het staat 2-1 voor PEC Zwolle. Goed, in het voetbal gaat het om winnen. Winnen doe je door kansen te creëren die je binnen moet schieten. Nou, die kansen creëren we schieten ze te weinig binnen. Nou, je moet zorgen dat je geen kansen weggeeft. Nou, ik vind dat op het einde van de wedstrijd na, want toen hebben ze natuurlijk wel kansen gehad, maar dat ons dat uitstekend geluk is. Dus ik vond ons prima in de wedstrijd zitten en nogmaals de bovenliggende partij. Ja, well, it's only 3 games, so 31 games is left, and we need to take maximum of it.